Yo mensen, en tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Vandaag heb ik weer een Fall Guys video voor jullie. En ik kwam er tijdens het editen van de vorige video achter dat jullie niet kunnen zien hoeveel mensen er qualifyen. Oftewel, qualifyen betekent kwalificeren. Dus jullie kunnen niet zien hoeveel mensen er kwalificeren. Dat komt omdat mijn facecam, oftewel mijn gezichtscamera, want facecam betekent facecam betekent gezichtscamera in het Nederlands. En die gezichtscamera staat dus voor het aantal mensen dat kwalificeert. Ik heb dat geprobeerd aan te passen, is me nu nog niet gelukt, dus in deze video staat hij weer voor het aantal mensen dat kwalificeert. De gezichtscamera, oftewel de facecam, wat gezichtscamera in het Nederlands betekent, staat dus weer voor het aantal mensen dat kwalificeert. Het komt omdat ik nog moet uitzoeken hoe ik dat moet aanpassen. Maar we gaan nu weer de Whirly Gig spelen. Oftewel de windmolenbaan. Dat betekent ongeveer iets als de windmolenbaan. Heb je de vorige video nog niet gezien, dan ga ik niks verklappen. Wat we met deze baan in de vorige video hebben gedaan. Of ja, met deze baan. Wat we op deze baan in de vorige video hebben gedaan. Ga ik dan niet verklappen. Hier kan mijn hoofd moeten verklappen tussendoor. Dus ga daar. Ja, ga. Ik kom even niet aan woorden. Maar ga dan zeker de vorige video kijken. Als jullie dat willen zien. Maar we starten nu achteraan. En er staat qualified 0 van 40. Maar dat zien jullie niet. Omdat daar mijn gezichtscamera, oftewel mijn facecam, wat gezichtscamera in het Nederlands betekent, die staat daarvoor. Er staat qualified en qualified betekent kwalificeren. Zoals ik net ook al zei, qualified betekent kwalificeren in het Nederlands. Dus ook, ja, soms kom ik niet aan mijn woorden, soms wil ik het snel praten, maar wat ik wou zeggen was, als je de vorige video nog niet gezien hebt, ga die zeker even kijken, want daar heb ik ook deze baan gehad, deze map gehad. En ik ga niks verklappen. Dan moet je gewoon even die vorige video kijken als je wil weten hoe het in de vorige video ging. Maar we gaan nu best wel goed. We komen redelijk makkelijk door de eerste obstakels heen. En dit gaat nu fout. De tweede keer gaat het gelukkig goed. En dit gaat nu helemaal fout. Dus dan gaan we maar gewoon lekker over de zijweggetjes. Oftewel, ja, de zijweggetjes. De zijroutes. Zijrouten betekent zijweg. En we pakken hier nu ook de zijweg naar het middelpunt toe. En ja, zoals jullie allemaal weten, denk ik, ga ik wel vanuit dat jullie het allemaal weten. Dat het middelpunt het midden betekent. Ja. Maar ik denk wel dat iedereen het weet, dat het gewoon middelpunt het midden betekent. Maar we zijn als 33ste van de 40, ja, als 33 van de 40 gekwalificeerd. Dat is, ja, als 7e van achteraan. Dus dat is best wel slecht eigenlijk voor een eerste ronde. Maar ja, zoals ik dat ook al uitlegde, het middelpunt betekent het midden. Maar dat weet iedereen wel natuurlijk. Ja, we starten achteraan. Toen kwamen we in het midden terecht. En we zijn als redelijk als achteraan geëindigd. Daarmee bedoel ik te zeggen dat we redelijk als laatste zijn geëindigd met 33 van de 40. Want we waren 33ste van, ja, we waren inderdaad 33ste van de 40. Slime climb. Inderdaad, slime climb. Een leuk feitje over deze map. Oftewel een leuk iets wat waar is over deze map. Ik heb deze map nog nooit gekwalificeerd. Oftewel, daarmee bedoel ik te zeggen, want ik heb deze map nog nooit gekwalificeerd. Dus niet normaal Nederlands. Ik ben nog nooit gekwalificeerd op deze map. Dat bedoelde ik daarmee te zeggen. En ja. Inderdaad, ik ben nog nooit gekwalificeerd op deze map. Dat is wel gewoon normaal Nederlands. We starten als, ja, we starten in de derde rij. Ik wou zeggen als laatste, maar dat is niet helemaal waar. We starten gewoon in de derde rij van de vier rijen. Je hebt vier rijen en wij starten in de derde rij. Ja, ik hoop dat ik nu wel kan kwalificeren op deze map. We gaan er natuurlijk gewoon voor. Maar zo, als ik, zo, hier kwam ik even niet aan boorden. Maar zoals ik net ook al zei, ik ben nog nooit gekwalificeerd op deze map. Maar zoals je kan zien, de map verdwijnt achter je. Er gaan steeds stukken baan achter je weg. Dus als je ook maar één fout maakt, dan maak je kans om eraf te vallen.
En ik maak hier een fout. En ik moet er wel gewoon zo snel mogelijk proberen op te komen. Ik hoop dat het lukt. En hier kom ik tegen zo'n boomstronk aan die naar beneden valt. En is het me weer niet gelukt om op de Slime Climb te kwalificeren. Maar dat maakt niet uit. We gaan door naar nog een volgend potje. En ik denk dat we zometeen weer vrij lang in het ladingsscherm zitten. Oftewel, dit scherm bedoel ik. Maar we gaan nu gewoon door naar het volgende potje. En dan gaan we vanzelf wel zien of we daar ook in kwalificeren. Ik zeg de hele tijd we of wij. Maar dat komt omdat ik het natuurlijk speel en jullie kijken. En omdat jullie de video kijken, zeg ik de hele tijd we of wij. Omdat... ja, jullie de video kijken en ik het speel. Ik weet eigenlijk niet precies waarom ik we of wij zeg. Maar het gaat automatisch dat ik de hele tijd we of wij zeg. Dat komt inderdaad, zoals ik net ook al zei, jullie kijken de video en ik speel het. Maar dan doe je toch een soort van samen, snap je? Dus daarom zeg ik de hele tijd we of wij. En we gaan door naar Gate Crash. Oftewel, dat houdt in dat alle muren en deuren die je ziet gaan op en neer. En dan moet je de juiste deur of muur kiezen om overheen te springen. En bij de finish, oftewel het einde, te komen. Want finish betekent einde in het Nederlands. Dat is hoe deze baan werkt. Oftewel, dat is hoe deze map werkt. En ik hoop dat het lukt. Ik denk wel dat jullie me gewoon normaal horen, maar ik doe het toch heel veel zo met mijn microfoon, want dan horen jullie me iets beter, want ik zie dat mijn microfoon helemaal hier stond. Maar, inderdaad, ik was met één hand aan het spelen net, omdat ik met mijn andere hand niet goed, niet aan mijn controller had. Maar met één hand kunnen we ook veel spelen, en die spelen we natuurlijk gewoon weer met twee handen. Met één hand zijn we gewoon door het eerste deel van deze baan gekomen, want die spelen we met twee handen, want nu hebben we wel gewoon weer twee handen nodig voor deze baan. En we gaan hier overheen. Top. En nu gaan we naar beneden. En kijk, nu zie je dat de middelste naar beneden gaat. En dat de middelste eigenlijk nu de enigste manier was om te komen. En we zijn als 12e van de 42 gekwalificeerd. Maar dat kunnen jullie niet zien, omdat inderdaad mijn gezichtscamera, oftewel mijn facecam, ervoor staat. Daarom vermeld ik er nu bij dat ik als 12e van de 42 gekwalificeerd ben. Dit ging best wel goed, omdat ik het eerste deel met één hand speelde natuurlijk, omdat ik zo deed. Omdat ik mijn microfoon aan het verplaatsen was. Maar waarschijnlijk hebben jullie mijn hele video wel goed gehoord, alleen mijn microfoon stond niet hier, maar hier. In plaats van hier. Dit ding stond hier. Nee, niet hier. Hij stond hier. In plaats van hier, volgens mij in plaats van hier. Ik hoop dat jullie met het begin van de video goed gehoord hebben, maar ik denk het wel. Nu horen jullie me nog beter. Want ik heb de microfoon natuurlijk dichterbij gezet van mijn headset, oftewel van mijn koptelefoon. Want headset betekent koptelefoon in het Nederlands. Gaan we door naar full tilt, oftewel alleen maar draaien. Alleen maar bewegen. Dat betekent full tilt. Ja, full tilt betekent dus alleen maar draaien, alleen maar bewegen in het Nederlands. Alleen maar draaiende dingen, alleen maar bewegende dingen betekent full tilt in het Nederlands. Zoals ik net zei, alleen maar... Oké, één keer duidelijk uitleggen. Ik moet niet alles herhalen, ik weet het. Maar full tilt, oftewel... Inderdaad, full tilt betekent alleen maar draaien en alleen maar bewegen in het Nederlands. Ik weet het. Ik weet wat jullie denken. Ik moet niet alles drie keer uitleggen. Maar dat doe ik automatisch. We starten hier net als derde, dacht ik. En hier word ik over het ding gelanceerd, maar we hebben wel gewoon... Het checkpoint, oftewel checkpoint betekent het punt waarop je veilig bent, waarop je de baan niet helemaal overnieuw moet doen. Stel ik val er nu vanaf, dan kom ik op het punt uit waar ik net terecht kwam. En dan hoef ik de baan niet helemaal opnieuw te doen. Daar zijn de checkpoints voor. En ja, die andere persoon bedoel ik, die liep daar heel handig langs natuurlijk. Waar wij net vast zaten achter dat glazen... muur, oftewel achter die glazen muur, dat bedoel ik. Moeten wel gewoon normaal Nederlands blijven praten. En dan gaan we hierdoor. Ja, dit zijn niet alleen maar draaiende en alleen maar bewegende dingen, maar jullie snappen wel dat ik alleen maar draaien. Wat ik wil zeggen is, jullie snappen wel dat ik met alleen maar draaiende dingen en alleen maar bewegende dingen bedoel.
Want full tilt betekent ook gewoon een beetje evenwicht houden op deze dingen. Alleen maar draaiende dingen, alleen maar bewegende dingen en alleen maar evenwicht houden. Dat betekent een beetje full tilt. En dit is een heel goed potje. Jullie zien het niet, maar ik ben als derde van de 28 gekwalificeerd. Dat is super goed. En wat ik net dus probeerde uit te leggen is dat full tilt alleen maar evenwicht betekent. Alleen maar draaien de dingen. En alleen maar... Ik ga het nog één keer goed uitleggen en dan is het ook weer mooi geweest. Volgens mij betekent full tilt, als ik naar de baan kijk, betekent full tilt alleen maar draaiende dingen. Alleen maar bewegende dingen en ook een beetje... evenwicht, dat het ook een beetje met evenwicht te maken heeft. Maar ja, ik heb het nu al zo vaak uitgelegd deze video dat het ook wel ooit een keer weer genoeg moet zijn met het uitleggen over dat woord. Maar zoals ik net ook al zei, het zit een beetje hoe ga ik het uitleggen? Ik leg gewoon graag dingen heel erg duidelijk uit aan jullie en daarom vertel ik het zo vaak af en toe. Ik weet dat het bij één keer ook genoeg is om het uit te leggen. Maar ik wil het gewoon graag echt super duidelijk uitleggen. En daarom vertel ik het soms iets te vaak. Maar ik probeer het minder vaak te vertellen. En het ook gewoon bij één keer te houden. Het uitleggen van al die woorden. Zodat jullie het ook snappen. Want ik weet dat jullie het na één keer snappen. Maar ik probeer het altijd te vaak uit te leggen. En dan blijf ik te lang bij het onderwerp stilstaan. Of te lang. Leg ik te vaak te lang hetzelfde woord uit achter elkaar. Maar ja, dat probeer ik minder te doen. Pew Win Pool Party, oftewel om de pingwings vangen, dit potje. Maar wat ik net probeerde uit te leggen is dat ik soms te vaak één woord uitleg. En als ik één keer één woord uitleg, dan snappen jullie het ook. Maar ik probeer dus voortaan één keer het ene woord uit te leggen en het daarbij te houden. Want nu leg ik weer veel te vaak hetzelfde woord uit. Maar ik hoop dat jullie snappen wat ik bedoel. En dan gaan we nu... de pingwings proberen te zoeken. Die we moeten vangen. En ik heb ze nog niet gezien. Dus het wordt waarschijnlijk weer vrij moeilijk dit potje. We kunnen er niet overheen. Dat is jammer. We gaan even zeggen. Ja. Zo, hier kwam ik echt even niet uit mijn woorden, maar dat kan gebeuren. Wat ik wou zeggen was, we gaan even kijken waar de pingwings zijn. Die ik moet vangen. Hij heeft de ene in zijn handen. En nu gaan wij proberen die pingwing te pakken. Want ik heb hem uit zijn handen gepakt. En nu gaan wij hem zelf proberen vast te houden. Nu ben ik de pingwing ook kwijt. Ik denk dat de pingwing naar beneden is gevallen. Maar je moet gewoon de pingwing ongeveer 25 seconden vast zien te houden. En dan ben je gekwalificeerd. Maar ja, er kunnen er maar 17 kwalificeren. En er zijn er nu al 13 van de 17 gekwalificeerd. Nu zit er ook 14 van de 17. 15 van de 17. Dus ik denk niet dat ik het ga halen. En 16 van de 17. En nu inderdaad 17 van de 17. Dus we hebben het niet gehaald. Maar ik wil bedanken voor het kijken naar deze video. Doe dan blauw duimpje omhoog. Vond je deze video leuk? Doe dan blauw duimpje omhoog. Abonneer je bij de tijd als je geabonneerd bent. En zeg zoals altijd bedankt voor... Bedankt. Ja, inderdaad. Bedankt voor het kijken. En dan heb ik eigenlijk nog maar één ding te zeggen. En jullie weten allemaal wel wat dat is. En dat is, dames en heren, de groeten.